Zeg dat wel, zeg. Wat een kut, hoor. Gezellig. Ja. We zijn er weer. Leuk dat ik er ben ook. Ja, ik vind het ook leuk dat je er bent. Ik vind het ook leuk dat ik er ben. Ja, ik vind het leuk dat we samen zijn. En bedankt voor de uitnodiging, hè. Ja, oké. Okay. Hey. Doei. Ja, dit was het weer. Ja. Fijne kerst. Ja, tot de volgende keer. Kut kerst. Optieven. Nee. Nee, 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 nee. Nee, stiekem vinden we het eigenlijk toch wel een klein beetje leuk. Ja. We maken het een beetje leuk, toch? Ja, weet je. Kijk. Bij kerst dan nodig je toch je beste maat uit. Zo is het. Dus, zo. Hè? Zo, dat is echt. Jezus, wat rust. Maar we zitten wel lekker in een kerstsfeertje, hoor je dat? Ja, ja. Die dingen op de achtergrond. Oh, gezellig, man. Heerlijk. Die belletjes. Speciaal voor jou gedaan. Laat je dat de hele tijd doordraaien? Ja, de hele tijd, ja. Oké, okay. Oh, dat vind ik wel gezellig. Ja, en dat, zo dat mensen, als ze er dus eens invallen, dat ze dan kunnen horen dat dit de speciale... Dat dit de kerstspecial is. Ja, nou ja, dat mogen ze best weten. Want het is best lang geleden dat we überhaupt een podcast hebben gemaakt. Ik weet niet eens meer, in september was het volgens mij. Ik september dit jaar toch niet? Jawel. Serieus? Ja, ja, ja. Ik dacht 26 september. Als het goed is. 25 september. Oh, ik dacht dat het al een jaar geleden was. Ja. Maar goed. Hey Rob, maar leuk dat je er bent. Ik heb je uitgenodigd voor de kerst. Zeker. En dat doe ik normaal gesproken nooit mensen uitnodigen. Want ik haat kerst. Ja. En dus het is, ja, je mag je wel best wel vereerd voelen. Dus zeg dat maar even. Dat doe ik ook. Ik voel me ontzettend vereerd. En anders zou het de eerste keer in 51 jaar zijn dat ik de kerst alleen zou hebben gevierd. Ja. Snif, snif. Ja, ja, ja. Nee hoor, dat is niet zielig. Maar ik vond het wel heel leuk toen je vorige week vroeg van, goh, heb je zin om mee te eten? Dus nee, echt hartstikke leuk. Het is jammer dat het zo'n pokkenend rij is. Ja, dat wel. Trouwens, het is zo lang geleden dat ik heb die microfoon moet ik even wat aanklooien. Hoor, aan ja? Oh, doe jij even pielen erin. Wat ben je nou aan het doen? Nieuwe batterijen? Nee, oh, kut. Kut. Kunnen we dit dan naar de rand uitknippen of moet ik gewoon doorlullen? En dan die omhoog. Ja, ja zo. Oké. Okay. Nu heb jij een warme stem. Oh, kijk. Een warme stem. Klinkt een stuk beter in één keer. Maar ik had je uitgenodigd, inderdaad. En alleen jou ook. Ja. En niet... Ja, je bent gewoon alleen. Ja, maar, nou ja, alleen is een groot woord, maar... Voor de luisteraars die hebben ons niet echt gevolgd. Misschien kunnen ons niet volgen natuurlijk, want we hebben niks laten weten. Die denken, hoezo is Rob alleen? Waarom? Ja, vertel Rob, wat is in jouw leven gebeurd afgelopen tijd? Nou, het was een mooi jaar, hoe heet het? En uiteindelijk hebben een maand of 3 geleden mijn... hoe zeg je dat? Toenmalige vrouw en ik besloten om uit elkander te gaan. Ja. In goed overleg, zoals je dat dan zegt. Ja. Dus dat gaat allemaal prima. Dus ik zit lekker met de kindjes thuis. Ja. En dat gaat verder hartstikke goed. Alleen de kindjes gingen vandaag met mama op pad. Ja. En toen dacht ik van, nou, ik ga gewoon heel zielig op een kamertje zitten. En ik was eigenlijk van plan om het gourmetstel neer te zetten en alleen te gaan zitten gourmetten. Ja. En dat had je me verteld. Ja, dat had je me verteld. Ja, maar zo, dat zag er zo zielig uit. Ik denk, ik snap de hint, jongen. Ja. Dus ik ga je uitnodigen. Precies. En dan kom ik lekker hier. En we gaan ook iets lekkers eten, zag ik al. Ja, nou ja, ik ben blij dat jij een makkelijke eter bent wat dat betreft. Zeker, als het gratis is ben ik heel gemakkelijk qua eten. Ja. Dus we eten zalmbonbons met gemalen oesters. Geen zalm alstublieft en oesters ook niet. Echt smerig. Ja, dat is het enige wat ik had erop doe ik uitgebreid gevraagd van wat eet je wel en wat eet je niet. En tot mijn blijde verwachting, nee hoe zeg je verrassing. Dat? Verrassing. Ja. Zei je dat je alles wel lekker vond, behalve zalm en behalve oesters. Oesters echt. En haring vind ik ook ontzettend goor. Maar weet je, ik snap oesters. Ja. Ik vind het zelf wel lekker. Snot. Ja, oké. Okay. Maar zalm kan ik echt gewoon niet weerstaan. Serieus? Zowel gebakken als gerookt of weet ik veel wat. Ik vind het allemaal lekker, alle soorten zalm. Ik lust wel zalm uit blik. Ja, serieus. Zalm uit blik lus ik wel. Ja. En dat dan met een beetje mayo, beetje peper en zout en mosterd. Dat dan op een toastie. Overigens, je noemt oesters, hè? Maar ik zag van de week dat oesters, die gaan pas dood als je ze doorslikt, hè? Ja, klopt. En daarom eet ik ze ook niet meer. Nee, dat is echt heel erg smerig. Nou, dat vind ik niet eens smerig, maar ik vind het ook zielig eigenlijk. Ja, is het ook. Stel je voor dat je een kip vreet en dat die pas dood gaat als die in je maag zit. Dat je nog een kip... Ja. Ik ben ook gestopt met inktvis eten trouwens. Serieus? Ja, vond ik ook smerig trouwens. Hoor. Nou, vind ik heerlijk, maar het zijn super intelligente dieren. Ja. Weet je trouwens dat... Nou, kennelijk niet, want dan lieten ze zich niet vangen natuurlijk. Ja, nou ja. 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 Wat weet ik, wat wou je zeggen? Je had een wetenswaardigheid. Ja, ja. Dat de hersenen van een inktvis zijn verdeeld over zijn hele lichaam en in zijn tentakels. Dus als ze zijn tentakels hebben eigen hersenen. Ja. En die samen kunnen dus een eenheid vormen. En dus dat is zijn hele intelligentie. Oh? Ik heb wel eens gehoord dat mannen met een piemel denken. Maar dat is iets anders, toch? Ja. Daar zitten geen hersenen, toch? Nee. Nee?
Anders moet ik even kijken misschien. Hier weet ik helemaal niks om te zeggen. Nee. Dus ik zeg alleen maar ja, nee. Ja, nee, oké. Okay, nou, dan zal ik iets anders zeggen waar je wel iets op kunt zeggen. Hey, vertel eens maar, dat was bij mij. Weet je, het is allemaal niet zo schokkend. Ja, dus je bent gescheiden, heel plat gezegd. Goed. Ja, we zijn een heel eind heen onderweg. Dus, maar okay. Verder gaat het goed. Geen medelijden. Okay. Ik vermaak me eigenlijk prima. De kinderen zijn fine, de ex is fine. Dus het, helemaal geen reden tot zorg. Okay. En jij, heb jij nog schokkende dingen meegemaakt dit jaar? Nou, even kijken. Wat is ondertussen allemaal gebeurd? We hebben natuurlijk een andere hond. Ja, Eddie. Eddie. En dan gaat iedereen vragen, oh, vernoemd naar... inderdaad, zeker. Eddie Wally. Ja, inderdaad, de grote Eddie Wally. Ja. Ja. Ja, ja. Dus, maar ook een klein beetje naar Eddie van Helen, toch? Nee. Nee? Eddie Wally? Eddie Wally? Okay. Eddie Wally Tax. Oh, oké, okay. Eddie Wally Tax. Oké, okay. Nou, het is een schat van een beest. Het is een labrador, toch? Ja, het is een labrador. Ja. Nee, het is inderdaad Eddie van Helen. Ja. Natuurlijk. Ja. Jezus, man. Maar ik vind het zo cliché om dat altijd weer uit te leggen. Dus de ene kant vind ik het wel grappig dat die mensen... Oh, zeker vernoemd naar Eddie van Helen. Ja. Nee, Eddie Wally. Ja. Dan zie je ze heel raar kijken. Ja, dat doen ze toch al gauw bij jou, geloof ik, toch? Ja, dat is waar. Ja. Dat is waar. Maar het is echt een kei leuk beest. Op zich wel. Echt? Ja, op zich wel. Nu komt de maar. Nee. Nou, het is een hele hoop werk. Ja. Ja. Nee, en dat is ook zo kut. Hij heeft dus nu Giardia. Pardon? Giardia. Giardia? Is toch een luchtvaartmaatschappij? Hè, wat? Dat is toch een luchtvaartmaatschappij? Ja, dat lijkt al, hè? Heeft hij dat? Ja? Nee, dus maar wat is Garuda dat dan? Is dat. Oh, Garuda, ja. Oh, ja. Dat is waar. Die haal ik altijd door elkaar. Ja. Giardia is een parasiet. Ja. Die zit in het darmen. Dus een darmparasiet dus. Echt wat? En de enige symptomen die dat hij diarree heeft... Maar het is wel super besmettelijk voor andere honden. Dus hij mag dus niet met andere honden in aanraking komen. En je moet alles schoonhouden. En het is zijn echt... hol moet je schoonhouden. Zijn hol, alles moet je schoonhouden. Ja. En het is echt kloten, want dat heeft hij nu al een paar maanden. Hij komt er maar niet vanaf. Sommige mensen hebben het wel eens langer dan een half jaar bij hun hond. Sommigen gaan er, die merken het niet eens. Dus jij krijgt wel zo'n kuurtje, maar dan... Kuur kan ook niet aanslaan, omdat hij zichzelf kan besmetten. Precies. Want dat hij natuurlijk, hij likt zijn eigen piemel, hij likt zijn eigen hol waarschijnlijk. Ja. Man, wat een gelul. Maar hij kan dus ook niet naar de opvang. Nee. Dus als ik, ik studiowerkzaamheden heb, moet ik altijd iemand weer inschakelen. Ja. Om op Eddie te passen of om Eddie het even te vermaken. Maar hij kan dus ook niet gewoon even om lekker te spelen. Maar we konden dus ook niet meer naar puppytraining. Nou ja, puppytraining, dat was al voorbij naar pubertraining. Ja. We hebben de laatste 3-4 lessen hebben we niet kunnen doen. Omdat hij gewoon, hij mocht niet daar komen. Te besmettelijk. Te besmettelijk. Ja. En dat is gewoon kut. En ik kon er maar niet vanaf. Nou, laten we hopen dat dat is. Ik hoor je trouwens tussen neus en schaamlippen door studiowerkzaamheden zeggen. Ben je druk of... Het is wel een goed jaar geweest voor mij. Ja? Ja. Oké. Okay. Ik heb heel veel voice-overs gedaan. Althans, ik niet. Maar dat heel veel voice-overs moest gedaan worden. En dat is dan in mijn studio gebeurd voor van alles en nog wat. En wat bands die we bij mij hebben genomen. Ja. Het laatste leuke band, dat Rubber. Dat vond ik leuk. Rubber heeft... Ja, de drums is hier opgenomen. En Rubber. Die hebben we een nieuw album opgenomen. Of die gaan een nieuw album opnemen. En de drums is dan bij mij opgenomen. En dat ging erg lekker. Erg leuk was dat. Goede drummer ook. Klonk goed. Ja, en nieuwe liedjes zijn ook weer typisch Rubber. Ik vind het heerlijk. Ja. Dus ik kijk er wel naar uit als die plaat eindelijk uitkomt. Niet alleen dat ik natuurlijk wel trots erop ben, maar ook omdat ik de liedjes gewoon echt heel leuk vind. Okay. Nou, dat... Ik ook trouwens. Ja. En niet heel onbelangrijk, nieuwe Love Was Blade is natuurlijk klaar. Ja. Klaar as we speak. Nou, ik moet eerlijk zeggen, ik heb het gehoord. Ik vind het fantastisch. Ja. Ja, ik zat toch te denken, als we nog straks nog even tijd hebben, zal ik eventjes, dus weliswaar vanaf MP3, maar ik kan wel even een cd'tje voor je branden, dat je in ieder geval het hele album even op cd'tje hebt. Oh ja, lekker in de auto. Ja, lekker, graag. Ja, moet je helpen me even onthouden dat ik dat even doe. Gaan we doen. Dus die is nu bij de masteraar Erwin Hermsen. Het klinkt misschien raar dat ik zou nu even struikelen over zijn stem, maar ik heb natuurlijk al heel lang niet meer gesproken zo in de microfoon, dus ik struikel sowieso heel vaak. Oh. Erwin Hermsen van Toneshed Studio. Helemaal in fucking hell. Waar zit hij ook alweer? In Verwegistan. Ja. Niet in Os. Nee, in iets met een O. In Brabant? Oorschot? Nee, het was weer ver. Oldenzaal. Nou, maakt niet uit. Oh, hij zou me Oklahoma. Hij zou me vermoorden als hij merkt dat ik gewoon niet eens meer... Ik heb dagelijks contact met hem, want dat gewoon ook een heel tof gast is. Ja, we houden van je, maar we weten alleen niet meer waar je woont.
Nee, maar het zijn echt een hele goede... Die gast is heel erg goed. Ik heb gehoord ook. Echt. Ja. Ik leer heel veel van hem. En hij doet ook hele goede studiowerkzaamheden. Veel bands die bij hem opkomen nemen. En die alleen maar goed werk afleveren en zo. Dus, ja, wat kunnen de mensen verwachten van het nieuwe album? Nou... het plan is dat sowieso wordt hij eerst uitgebracht op alle streamingsdiensten. Ja. Ik denk dat er dan 11 songs op staan. Ja. En uiteindelijk ook op cd en dan ook op vinyl. Ja. En op vinyl komen er dan 10 songs op te staan. Dus bonus track is dan alleen op cd en op streamingsdiensten. 11 songs had ik het over. Een pluimage van diverse soorten stijlen. Nee, eigenlijk wat iedereen gewend is. Ja. Maar toch nog een beetje in het extreme. Jij hebt het gehoord, jij kan erover oordelen. Er zitten wat extreme tussen, toch? Ja, zeker. Heb je gehoord? Zeker, heb ik gehoord. En het is heel veel oldschool metal, noemen we het dan maar. Hè? Ja. Maar wel met een snufje Lover's Blade eroverheen. Zeg ik dat goed? Ja, maar wat... Niet wat, helemaal goed, zo te zien aan je ogen. Nee, ik wil het even weer gaan verbeteren. Maar er zitten natuurlijk weer wat nummers tussen met ook orkesten en dergelijke. Ja, ja. Achtergrondzangers die verrassend uit de bocht. Een hele koor. Ja. En van mensen van wie je het niet verwacht, heb ik ook gehoord. Oh ja, dames en heren. Simpel. Maar ik vind het wel leuk. Ik ben vereerd. Wij zijn vereerd. Nee, ik ben vereerd. Oké, jij bent vereerd. Okay. Dus wij vinden het gewoon leuk. Jij bent vereerd dat, dames en heren, Rob Gros... Primeur. Rob Gros zingt mee op een van de liedjes van Lovell's Blade. Tot grote hilariteit van mijn kinderen. Hebben ze het gehoord? Ja, zeker. Ja, maar hoezo hilariteit? Dat klinkt toch heel tof? Ja, is ook. Maar ze moeten er even aan wennen. Laten we het zo maar hoezo? Zeggen. Hoezo? Nou, laten we zeggen, ze schrokken minder toen ze hoorden dat de moeder bij me wegging dan... toen ze mij hoorden zingen. Maar ze zijn ondertussen weer helemaal bekomen van de schrik. Oh, oké. Okay. Ja. Nou ja, het is... Ja. Ik vind het hartstikke leuk en het klinkt hartstikke goed. Ja. Dead of Night heet het nummer. Mag ik dat zeggen? Anders moet je eruit knippen. Knip? Nee. Dead of Night. En dat is... wacht even. Ik vind het ook zelf een van de... ik vind die nummers allemaal, maar... Ja, het is wel... Het is echt een typische Lovell's Blade nummer. Ja. Het is weer zo'n sing-along, zo'n schreeuw-along met yells. En jij zingt inderdaad in het refrein mee. Nou ja. Het is ook hartstikke... Ja, sorry, wat nee, niks. Nee, nou, nee. Ik wou zeggen, het is fijn dat het een beetje weer opwaarts gaat. Want we hebben natuurlijk ook een kutjaar gehad. Afschuwelijk jaar was het natuurlijk. Ja, hele corona gedoe natuurlijk. Ja, zeker voor Lovell's Blade was het een... Lovell's Blade is ook niet echt heel fijn. Een kutjaar, dus we hopen dat het komend jaar allemaal weer een beetje meer de zon gaat schijnen. Ja, ik hoef niet in details te gaan, maar voor de kenners was het voor een van ons van Lovell's Blade niet echt een leuk jaar. Nee. En met alle respect, dus dat houden we gewoon even zo. Precies. En dus ik hoop nu op betere tijden, zeker voor die persoon. En wanneer verwacht je dan dat het vinyl, want het vinyl vinden de mensen toch het meest interessant op het moment. Nou, vinyl is meestal het grootste probleem, want daar zit al een hele grote wachtlijst op. Dat wordt in Haarlem geperst waarschijnlijk. Ja. En de wachtlijst is meestal wel een half jaar of zo. Dus, tering. Ja. Maar aangezien de masters nu al klaar zijn, zou je kunnen zeggen dat, stel dat ze morgen worden gebracht, dat dan over een half jaar, waar zitten we dan? Februari, maart, juni. April, mei, juni. Ja. Ik denk dat de release datum 1 april zou worden. Gewoon voor het album zelf. En dat we tussendoor even wat liedjes uitbrengen. Ja. Om vast mensen wat lekker te maken. Maar, nou, dat gaat wel lukken, denk ik. En dan hopen we dat we weer de weg op kunnen. On the road. On the road. Ja. Ja. Dat zou wel prettig zijn. Nou ja, we hebben dit jaar niet 1 optreden gedaan, toch? Nou ja, alleen de landen. Dat hebben we natuurlijk gedaan. Ja. Dat was een leuke avond. Dat was een heel bijzondere avond. Bijzonder, ja. Leuk, bijzondere avond. Ja. Maar wel tof. Een goede avond. In DB's in Utrecht. Ja, we hebben dus, dat heeft ook weer Rob hier zo naast me, heeft het georganiseerd. Een benefiet optreden in DB's in Utrecht. Met Lovell's Blade en Kravitz. Kravitz is een, nou ja, het naam zegt het al. Een Lenny Kravitz tribute band. Een hele goeie. Ja. Toevallig ook het lievelingsband van Jolanda Lovell was heel erg fan van Lenny Kravitz. En natuurlijk fan van haar eigen vent. Ja. Nou, dus, dat trof enorm. Nou, ja. 2 vliegen in 1 klap. Ja. Op een avond dus. Ja. En hebben we geld ingezameld. 1000 euro. 1000 euro in en totaal. Een beetje. 1000 euro en 25 cent geloof ik of zo. Ja.
Dat is dus de ticket money en, ja. En ja, weet ik wat allemaal bij elkaar. Wat we verzameld hebben die avond. En dat is dan naar de kankerstichting KWF. Ja, naar aftrek van kosten. Van alles wat we opgefroten hebben. De Chinees en zo. Oh, die Chinees. Ja, dat hebben ze er eerst nog afgehaald. Oh, is dat, denk je echt dat ze dat gedaan hebben? Ja, weet ik niet. Zou kunnen, dat weet ik eigenlijk niet. Nee, dat heeft DB's gewoon gedoneerd. Trouwens, zij hebben nog wat bijgelegd, toch? Zij hebben nog wat bij. Ja, dat denk ik ook. En Sydney heeft heel veel geregeld toen. Hè? Dus ja. dat moeten we ook wel erbij zeggen. Ja, Sydney heeft heel veel geregeld. Absoluut. Ja. Die heeft goed werken afgeleverd. Ja. Maar jij natuurlijk ook. Ja. Ontschat jezelf niet. Je hebt jezelf echt wel een beetje naar boven gelikt. Gelikt. Heerlijk. Heerlijk. Hij heeft ook inmiddels een t-shirt met dat hij de manager is van Lovers Blade. Ja. En ik heb wel de vraag of je er een stuk of 6 bij kon drukken. Want dan heb ik voor iedere dag van de week heb ik er dan eentje. Heb je dat aan? Op je nieuwe job? Nee, laten we het daarover hebben. Nee, echt? Wie heeft er een nieuwe job? Dat weet ik niet. Ja, ik. Jij toch? Ja. Na 27 jaar directiechauffeur te zijn geweest, dan krijg ik het woord bijna mijn strot niet meer uit. Ga ik vanaf 1 januari beginnen bij het CBR. Dus, en wat ga je doen dan? Dan ga ik examinator worden. Examinator? Ja, nou ja, examinator. Daar zit eerst wel een pittige opleiding aan vast. 3 maanden lang. Maar hoezo? Hoezo moet je een opleiding voor een examinator? Je moet toch... Ja, maar je moet de regeltjes natuurlijk heel goed kennen. De wegenverkeerswet. Maar meer dan iemand die les geeft. Hoe zeg je dat? Een rijinstructeur? Ja, echt al een stuk meer, ja. Dus dat is wel even pittig. Dus daar ben ik nou wel een beetje aan het voorbereiden. Maar vanaf 3 januari gaat dat los. En dat is eigenlijk intern. Dus dan zit je door de week in een hotel. Samen met 12 andere kandidaat-examinatoren. Okay. Maar vanwege corona gaan de eerste 2 weken in ieder geval via Teams. Ja. Which is fine. Is ook allemaal goed. Maar ik heb daar wel ontzettend veel zin in. Niet zozeer in die opleiding, want dan moet je even doorheen slaan. Ja, dan moet je weer leren. Ja, weinig. En dat ben ik niet gewend. Dat deed ik op school al niet. En nu ook, weet je, leren. Ik weet niet wat het is. Ik lees maar. En dan hoop ik maar dat er iets blijft hangen. Maar ik heb er wel zin in. Nou, weet je, het grappige is dat ik leer ook nog steeds. Hè, want ik doe af en toe wel zo'n cursus voor mijn studiowerkzaamheden. Ja. En wat ik merk is dat hoe ouder je wordt, hoe minder makkelijk je dingen in je opneemt of zo. Ja. Ik moet het echt wel 10 keer lezen. En meteen in praktijk brengen. Om het echt wel door te hebben en om het op echt later functioneel te gaan gebruiken. Precies. Dat heb ik dus ook. Dus ik vind het. En nogmaals, ik heb op school ook nooit, op middelbare school, ook nooit fanatiek zitten leren. Ik heb gewoon mijn examens gedaan. Maar je hebt hier wel ateneum gedaan. Ja, dat wel. Ja, met succes afgerond. Dus je bent wel heel intelligent. Nou, het waren wel allemaal 6 minnen gebieden. Eerlijkheid gebied te zeggen dat het wel allemaal met een 6 min was. Nog steeds, omdat je zegt, je hebt er niks aan. Nee, ik heb er echt, en dat is geen stoerdunnerij, maar ik heb er nooit een uur aan besteed. Ja. Nooit. Ik heb ook nooit mijn huiswerk gemaakt. Ik kan het iedereen aanraden. Echt. Het enige wat ik deed... Ik ook niet, maar je kon gewoon eerder. Ik was dyslectisch en ik wist ook niet hoe je moest leren. Dus. Nee, nou ja, dat helpt ook niet echt. Maar het enige wat ik deed was, als ze dan, want je moest je huiswerk maken. Dus ik schreef het dan voor de les over van degene die het beste was in de klas in dat vak. Want als je het overschrijft van degene die het beste is, dan schrijf je dus meteen de goede antwoorden op. Als je het overschrijft van iemand die er niet goed in is, dan schrijf je foute dingen op. En ik denk dat me er doorheen heeft gesleept, geslopen, gesloept. Gesliepen. Maar ja, hoe ga je dat nu doen dan? Ja, nu moet ik het gewoon zelf doen. Dus ik zit iedere dag, probeer ik mezelf aan te zetten om een uur te lezen, in ieder geval. Nou, vandaag lukte het alweer niet, want ik was op tijd hier naartoe. Gisteren lukte het ook niet. Je moet nu al beginnen met lezen. Ja, ik ben al een hele maand, heb ik een hele dikke ordner thuis. En moeten we dat gaan doen. Maar goed, ach ja, dat hoort erbij. En we weten waar we het voor doen. Dus, en op zich lijkt het werk lijkt me heel leuk, zo met die jonge lui in de auto. En, maar hoe kan het zijn dat een examinator dus zo'n enorme studie moet doen, terwijl een instructeur dat dus niet, die moet zo'n beginnende iemand dan opleiden, althans leren rijden, maar dat begrijp ik niet. Nou, het heeft wel raakvlak, hè? Dus een instructeur heeft ook wel een hoop dingen die ik nu moet leren, moet een instructeur uiteraard ook leren. Alleen, ja, hier zit dan nog net wat meer aan vast, zou ik maar zeggen. Ja, en de instructeur lijkt me ook wel leuk. Maar ik denk dat ik daar niet helemaal het geduld voor heb. Dus ik heb wel het geduld om dat te doen met mensen die het snel oppakken. Maar iemand die na 6 keer nog niet begrijpt wat ik bedoel. Daar heb ik wat minder geduld mee. Ja, maar nu, ik zou dan denken van. Dan let jij op nog meer dingen dan dat de rijinstructeur doet dus. Ja, als het goed is wel. Maar dan kan je dus nooit slagen. Jawel. Want je kunt natuurlijk ook dingen. Het ene weegt zwaarder dan het andere. Hmm. Kijk, bij ons was het vroeger. En ik lul ook maar wat, want ik ben er nog niet geweest. Nee, maar een ingreep betekent zakken. Ja. Een ingreep betekent zakken. Nou, dat is nog steeds. Maar niet, je krijgt niet overal een ingreep voor, zou ik maar zeggen. Nee.
Nee. Krijg jij ook rollenspellen en zo? Nou, ik heb toevallig, het is wel leuk dat je dat zegt. Ik heb die sollicitatieprocedure, dat waren 5 rondes. En 1 ronde daarvan was een rollenspel. En ook dat had ik nog nooit gedaan in mijn leven. Nou ja, althans niet op zo'n manier. Hoe heet het? Ik had überhaupt nog nooit gesolliciteerd. Dit was echt de eerste keer van mijn leven dat ik ging solliciteren. En toen kreeg ik een rollenspel. En toen kwam er dan krijg je van tevoren een casus. Dus wat er aan de hand is. En ik kreeg dan een gesprek. Ik was de voorzitter van de voetbalclub. Helemaal mijn ding, voetbal. En ik moest dan de trainer min of meer op zijn flikker geven. Want die had wat dingen fout gedaan. En, hè? Hoezo? Wat? Okay. Ja, nou ja, goed. Dat is dus een soort slecht nieuwsgesprek, zal ik maar zeggen. Hmm. Wat ik straks natuurlijk in mijn werk ook veel moet gaan voeren. Oh, ja. Maar dat was best leuk. Dat was een actrice. En die ziet dan van de ene emotie in de andere. Dus van eerst blijdschap tot daarna verdriet, boosheid. En dan moet je proberen om binnen een kwartier, want er zit ook nog tijdsgebonden, om het netjes af te ronden. En haar een reprimande en een sanctie op te leggen, zal ik maar zeggen. Ja, nou, dat ging verder prima eigenlijk, vond ik. Vaag? In mijn herinnering is, ik ben, even kijken, in 2 keer geslaagd? Of was het nou 3 keer? Nee, 2 ja. keer. Dus ik was gewoon, ja, je bent, goed, je zal het al begrepen hebben, maar je bent niet geslaagd. Ja. Nou, punt, doei. En ja, de tweede keer was het, nou, je bent geslaagd, oké, doei. Ja, nou, dat laatste is natuurlijk het makkelijkste als iemand geslaagd is. Maar als iemand gezakt is, willen ze meestal wel weten waarom. En waar je mee te maken krijgt, is met instructeurs die er tegenin gaan. Die zeggen dat je het niet goed hebt beoordeeld of dat soort dingen. Oh, ja? Dus dat krijg je ook allemaal. Dus, nou ja, goed. Het allemaal, weet je, de helft van de dag doe je slecht nieuwsgesprekken. Want de helft zakt. Hmm. En dat is best veel. Nou, is me goed ook, want er zit een Mogol op de weg. Nou, dat merk ik wel hier net toen ik hier naartoe reed, zeg. Jezus, rij je met 180 en dan komt er eentje ineens naar links toe. Nou, bezopen, echt. Ja. Nou, dit had ik misschien beter niet kunnen zeggen. Nee. Oké, die knippen eruit. Is het eruit? Ja, het is eruit. Het is eruit. Ja. Dus daar heb ik wel zin in. En jij dan, heb jij dan nog, want dan hebben we het een beetje over volgend jaar. Heb jij nog plannen voor volgend jaar? Of zoals ze dat dan noemen, goede voornemens? Nee, doe er niet aan. Nee, goed. Nee. Helemaal niet. Nee. Ik hoop gewoon alleen maar op dingen. Weet je, ik wil een keer weer op vakantie. Ik wil weer naar Indonesië of ik wil weer naar Amerika. Ik wil naar mijn familie. Ja, dat is wel lekker. Ja. Ja. Dus dat, maar ja, op zich, je zou wel kunnen gaan vliegen, maar het is zo'n gedoe nu. En, maar ja, vooralsnog heb ik het plan, of eigenlijk meer het idee van ik wil in maart, april wil ik naar Amerika of naar Indonesië. Okay. Dus, maar dat hangt natuurlijk helemaal vanaf. Want nu, ik had ook niet gedacht dat we nu weer in de zoveelste lockdown zouden zitten. Nee, precies. Nee. En er zullen heel veel mensen denken, ja, hallo, dat had je toch wel op je vingers na kunnen tellen. Had misschien gekund, maar nou, ik had goede hoop. Die laatste zagen we ook niet helemaal aankomen. Dat het weer zo streng zou gaan worden, zou ik maar zeggen. Nee, goed. Sommigen zullen ze wel zeggen, ja, dat wisten we al lang. Ja, die heb je whatever. Altijd. Ja, maar je hebt altijd mensen die wisten het allemaal al lang. Maar daar gaan we niet over hebben. Nee. Weet jij trouwens, schiet me nou ineens, er ben iets heel anders. Want wij hebben nog kaarten voor Cheap Trick. Gaat dat door of niet? Oh, wanneer is dat? Ja, in februari volgens mij. Nou, dat zal toch wel even kijken. Ja. Nou, ik weet dat ik had ook tickets voor The Darkness. Echt, en ik vind The Darkness zo geweldig. En die hele tour is afgezet. Echt? Afgezegd. Wanneer zou dat zijn dan? Ik had een meet and greet, want ik ken die zanger natuurlijk persoonlijk. Hè? Oh ja, die had jou echt een fijn kerstgoedje gestuurd. Ja, zo leuk dit. Vind ik wel heel attent van die gast. Ja, ik zag dat ook niet aankomen. Maar moet je wel een hele goede maatje zijn met hem. Ik denk dat ik een amabel mens ben. Zou het dat kunnen zijn? Ja. Ja. Wat betekent dat ook weer? Ja, weet ik. Dat iemand wel leuk is en lief en aardig. Oh, oké. Okay. Cheap Trick is... gaat die nog door? 13 februari. Ja. Gaat nog spannend worden, hè? Paradiso, toch? Paradiso is twijfelachtig. Ik heb er zin in. Ja, ik heb best wel veel concerten nog staan, maar... Wat heb je nog allemaal staan dan? Kiss. Gaan we ook nog doen. Kiss. Jeff Tate heb ik nog staan, van Queensrÿche. We are magic in the night. Het is echt alsof hij naast me zit. John Waite vind ik echt fantastisch. Ja, van de Babies en Bad English. Wanneer is die? Nou ja, die zou in oktober zijn geweest gehad gedaan, maar dat ging niet door. En dat is nu verzet naar oktober volgend jaar in Arnhem, in het Musée Sacrum. Fantastisch. Oh, ik dacht dat hij in Zoetermeer ging spelen. Ook. Volgens mij had hij een stuk of 6 plekken in Nederland. Weet je dat hij een hele grote Golden Ring fan is? Ja, ik was gehoord, ja. Ja. Heb ik al waarschijnlijk al verteld. Dus. Ja, waarschijnlijk heb ik het van jou gehoord. Oh, ja. Wist jij dat de drummer van Golden Earring, Cesar Zuiderwijk, die was dan weer een heel groot fan van, of is een heel groot fan van Indonesisch eten. Ja. En die kwam heel vaak bij ons in, hij is niet Tilburg, is Alphen, bij de Bunga Melati eten. Oh ja? Ja, was die helemaal, dan komt hij al 30 jaar geloof ik. Ja, hij heeft wel zo'n adresjes inderdaad, weet ik, waar hij dan graag komt. Ik zag de laatste filmpje van dat hij daar in de keuken was en dan staat hij met zijn drumsticks op pannen te slaan en zo. Oké. Echt
heel erg. Leuk. Je hebt er verder niks aan. Net als Rutte. Wat doet hij? Die is ook gek op Indonesië. Als er gegeten gaat worden daar zo bij in het kabinet of bij de... Okay. Dan is er 9 van de 10 keer wordt er dan zie je een klein autootje staan van een Indische toko. Oh, oh geinig. Ja. Nou, je moet wel oppassen met de naam Rutte te noemen, hè? Want dan kost ons luisteraars waarschijnlijk. Oh, is het zo? Hè? Ja, nee. Je hebt mensen die er heel fel in zitten. Ik zeg gewoon niks erover. Voor de rest, ik zeg alleen maar dat hij gek is. Nee. Maar het is ook een Indo. Ja. Ja. Is hij Indo? Hij is Indo, ja. Oh, oké. Okay. Ja. Okay. Hij doet ook als de hoe zeg je dat nou? We hebben natuurlijk hier 5 mei en 4 mei. Ja. En dat doet hij ook voor in augustus. Oh, dat is shit. Pin me niet op vast. Als je de doden van Nederlands-Indië herdenkt, ja. dan doet hij dan zeg maar ook een speech geven. En de laatste keer vertelde hij ook weer over hoe dat dan bij hem ging. Over zijn ouders die elke zondag naar Zigoring, bla bla bla. Ja. Okay. Is er ook een saté-Rutte dan, of niet? Zou die dat ook hebben, of niet? Ja, ik weet het niet. Dat is maar een vraag. Saté Rutte. Want ik heb jou toch wel eens verteld dat er voor mij een tosti is, hè? Gros. Heb ik jou dat wel eens verteld? Tosti Grosso? Ja, serieus. Dat is dan de andere Indo bij ons in Tilburg. Dat is de, even dat ik het goed zeg, bij de Melati Dua. Daar kwam ik vroeger heel vaak. Hebben wij daar nooit gezeten samen? Nee. Nee, oh, dat gaan we dan binnenkort een keer doen. En daar kwam ik heel vaak. En op een gegeven moment kwam er een nieuwe tosti op de kaart. En die hadden ze naar mij vernoemd. Dat is echt de Tosti Grosso Pesto. Oké. Ja. Zo. Ja. En het is nog goed binnen te houden ook. Nou, maar dan weet je waarschijnlijk ook wel dat er een seksclub naar je vernoemd is. Vertel. Casa Grosso? Oh, ja, klopt, ja. Ja, dat is toch. Ja, ik wist nooit geweten dat het zo in elkaar zat, maar ja. Ik snap het wel. Ja, ja, ik begrijp het wel. Dat er een hele grote pilaar zat eraan voor de deur. Hele grote. Kom binnen, zeggen ze dan. Ja. Goed, we dwalen een beetje af volgens mij. Ja. Waar hadden we over eigenlijk? Nou ja. Goede voornemens. Oh, heb jij een goede goornemens? Nee. Heb jij een goede goornemens? Nee, ik vind zelf dat ik het hele jaar door wel redelijk doe. Ik zag overigens bij jou, want heel veel mensen willen natuurlijk gaan afvallen en dat soort dingen. Nou, daar ben jij al mee bezig. Het is net alsof ik met een plasje water zit te praten hier, want er is bijna niks meer van over van die jongen. Ja, nee, daar lach je om. Maar dat is respect hoor, dat doe je echt goed. Laatste keer dat we hier zaten met z'n tweeën, toen woog ik, ik denk wel 100 kilo. Ja, toen droeg ik jou naar binnen, weet ik nog. Ja. Je rolde mij naar binnen. Ik rolde jou naar binnen. Ik kon niet door de deur. Met een schoenlepel heb je me naar binnen geduwd. Ja, precies. Nee, maar echt respect. Kun je er iets over vertellen hoe je dat hebt gedaan? Nou, dat is niet heel bijzonder, maar een personal trainer, zo. Dat. En dan mijn voeding. Ik heb zo'n voedingsapp, zeg maar. Ja. Die personal trainer, die drilt ons 2 keer per week. Zo. Ons is Jessica en jou. Ja. En dus 2 keer per week sporten. Ja. Heel fanatiek. En zo'n app waarbij je je calorieën moet bijhouden. Dat doe ik nu niet meer. Omdat ik nu wel weet ongeveer wat je wel niet moet eten. Precies. Dus ik ben gestopt met snoepen. Hoewel, het is nu kerst. En ik krijg net een hele doos chocolaatjes van jou. Lekker. En ik geef jou een doos macarons. Heerlijk. Je moet elkaar een beetje verwennen. Ah, heerlijk. Heerlijk. Desnoods met eten. Ja. Ja. En dus ik ben gestopt met snoepen en wat minder zout eten. Want mijn bloeddruk was ook heel hoog. Okay. Ja, dus ik moest minder zout eten. Ja. Dus dat is eigenlijk het enige. En dus ja, ik ben wel weer helemaal fit. En 2 maten, 3 maten gekrompen inderdaad. En ja, geweldig. Top. En dat ga je ook lekker volhouden zo. Dat zeggen ze altijd, maar dat hoop lastig. Ik hoop gewoon dat dat... Nou, bij mij blijft het ook altijd zwabber hoor, dus ik herken het wel. Maar goed, als je dan af en toe een periode hebt dat je het goed doet, dan kun je daarna weer even een paar maanden losgaan. Maar het grappige is dat ik koop altijd mijn kleding, dat klinkt heel decadent, maar het is niet decadent. Nee. Want ik kwam heel vaak in Amerika voor de corona. Ja. En ik kocht altijd mijn kleding daar, omdat daar alles goedkoper is. Dus ik kocht daar heel veel spijkerbroeken en heel veel van alles nog wat. Ja. En omdat ik zoveel had en ik ook heel vaak yo-yo, had ik ook in elke periode wel een maat. Ja. Dus niet alleen jou. Hey, mijn telefoon gaat. Hey, je krijgt een berichtje. Oh, Jessica. Vrienden. Oh ja. Wat is er met Jessica? Die is onderweg. Ah, dat is leuk. Maar dus de ene keer woog ik weer 100 kilo en dan zat ik in Amerika en kocht ik broeken. Ja. En maar dan had ik wel van de vorige keer dat ik maatje 34 had, die heb ik allemaal bewaard. En al die periodes heb ik ze allemaal bewaard. Dus ik heb voor elke yo-yo fase heb ik wel een hele serie broeken. Okay. En mijn grootste maat is 36 dus. Ja. Ja, jij bent mijn grootste maat. Maar 36 is ook een hele goede maat van me. Maar daar heb ik nu afscheid van genomen. Ja. En die broeken 34, die had ik dus gewoon nog bewaard. En die heb ik dus nu allemaal aan. Maar die zijn me nu alweer een beetje te groot aan het... Ja. Lekker is dat, hè? Ik heb 1 leren broek. Echt ledig. Oeh, geil. Ja.
En die pas ik nu weer. En dat is wel een soort van een maatstaaf. Hoe noem je dat zoiets? Oh nee, een streep. Een maatstaaf, ja. Als ik die aan kan, dan ben ik eigenlijk wel heel zielsgelukkig. Oké. Die zit dus nu ook als gegoten. Ja. En ik heb wel mijn broeken van maatje 32 heb ik onlangs weggedaan. Omdat ik niet dacht dat ik nog zoveel meer zou krimpen. Mm-hmm. Maar ja, ik krimp dus toch wel nog meer een beetje. Is niet heel erg, want het waren echt wel een beetje gedateerde broeken. Zo, met bijenpijpen. Dan koop ik hier iets anders. Bij de Zena heb je voor 3 tientjes heb je goede broeken. Bij de Zeeman, wat dacht je daarvan? Bij de Zeeman, dat kan ook. Dat weet ik mijn dochter, mijn oudste. Heerlijk. Ja, hartstikke. Kleine korting ook. Ja, weet je, ik vind kleding altijd veel te duur. Ja, ik heb er ook niks mee. Alleen mijn laarzen ben ik dol op, maar de rest interesseert me geen reet. Nee. Nou weet je, ik zie het al zo. Dan ga je naar een kledingwinkel, bijvoorbeeld in Heemstede. Daar woonde mijn schoonmoeder. In Heemstede, dan heb je daar een kledingwinkel. En dan kan je daar een shirtje kopen. En die kost dan €90. Ja. Dat is een stukje stof. Ja. Gewoon een t-shirtje. Belachelijk. Ja. En dan is het sale. Of dan komt hij in de aanbieding. En dan is het wel tot 70% korting. Ja. Nou, en dan maken ze er nog winst op. Maken ze nog dan is je nog 3 keer over de kop voor hun. Ja, precies. Dus moet je nagaan, die kopen ze dus in voor €3 ongeveer. Uit China waarschijnlijk. Ja, gaat voor 90 weg naar die mafketels die de volle prijs betalen. Ja, ze hoeven maar 1 shirt te verkopen en ze hebben gewoon die hele lijn hebben ze gewoon ze dik uit. Ja, ze kennen op vakantie. Ja. Ja. Dus daarom heb en dat blijft altijd in mijn achterhoofd zitten. Ja. Dus ik koop nooit iets wat nieuw is. Sowieso niet. Als ik het koop, koop ik het alleen maar in de sale. En het liefst koop ik nog of op AliExpress. Doe ik ook niet nu meer hoor. Ja, ja. Of ja, nou ja, goed, voorheen dus in Amerika. Omdat daar is alles bij bijvoorbeeld al veel, veel voordeliger dan in Nederland. Misschien is het wel leuk, omdat we nu ook allebei een aparte trui aan hebben. Dat we nu live as we speak even een foto maken van hoe we eruit zien. Oh, kunnen de mensen dat, mensen dat zien? Hè? Ik keer me even jouw kant op. Even de buik inhouden. Wacht even, de microfoon draai ik een beetje mee. Even kijken of de lichtval goed is. Wat denk jij? Ja, je moet even je arm verder, want dan kunnen ze even... Nog verder, mijn arm? Oh, dan kennen ze mijn René LeBlanc kerstsweater zien. Ja. Oké, nou, doe jij even iets leuks. Ik probeer gewoon zo knap mogelijk... Jezus, het licht is wel raar, hoor. Maar ik doe mijn bril even af, zo. Oh ja, doe je bril af. Ja. Duimpje. Kut kerst. Optieven. Goed zo. Nou, die kunt u straks allemaal terugkijken op uw gemak. Ja. Dat is leuk. Hey, nou nog even over die kerst, hè? Ja. Want we hebben er allebei een tyfushekel aan, maar soms vind ik wel... Er zijn wel bepaalde kerstnummers die bij mij wel wat losmaken. Heb jij dat ook of niet? Ja, er zijn wel een paar die ik als het toch kerst is, dan mag ik die graag horen. Wat heb jij graag? Als er zijn een paar. Ik ben benieuwd, want ik denk misschien hebben we wel dezelfde. Maar goed, jij mag eerst. Eerst wat ik me opkomt is Slade. Ja. Die kan ik altijd horen. Ja, is leuk. En het is jammer dat het een kerstnummer is, dan zou ik hem een hele jaar doordraaien. Ja. John Lennon. Ja, welke dan? John Lennon. Ja, ik ken John Lennon. Welke John Lennon? Nee, ik ken wel John Lennon. Welk nummer? Happy Christmas. Ja? Oké. Nou, we gaan hem even opzoeken. Gaan we ondertussen even opzoeken. Ja. En jij dan? Nou, ik heb er 2. Ik vind Run, Rudolph, Run van Lemmy van Motorhead. Vind ik. Oh. Wow, dat was een akelig piepje. Ja. Die vind ik fantastisch, ken je die? Nee. Run, Rudolph, Run? Oh, die is zo geweldig. Die is denken aan Len, Rennie, Len. Ja, die had ik ook altijd. Daar moet ik ook heel goed nadenken. Maar zoek die ook maar eens op. En dat is dan ook met Dave Grohl, geloof ik. En dan met Lemmy. En The Darkness. Christmas Time vind ik echt fantastisch. Christmas Time. Die is wel heel... Ja, echt geweldig. Ja, even kijken. Happy Christmas, Kelco. Happy Christmas, Julie. Oh, ja. So this is die, ja. Tuurlijk ken ik die. Ja, is leuk. Wel een beetje zoetsappig, hè, maat? Waarom? Nou, zal ik dan even die van Lenny doen, want die heb ik hier ook voor de hand. Dit is toch echt iets cooler dan die John Lennon van jou, dus, hè? Dit is Lemmy doen. Met... Oké, dan moet ik even mijn brilletje erbij pakken. Billy Gibbons. Van ZZ Top. Ja? En... Even kijken dan. Pak hem er even bij. Dave Grohl. Ja, dat is het. Leuk, man. Dave Grohl, Billy Gibbons en Lemmy. God hebben zijn ziel. Is die Billy Gibbons nou ook dood? Nee. Nee, die andere. Ja. Oké, nou, tot zover. Hey! Wat is dit? Dat is het einde alweer. Oh nee, nu al? Ja. Jezus, man. Ik heb net mijn kleren pas uit. De tijd vliegt. Oh, wat gaat dat snel als je rol hebt. Maar ik vond het wel weer heel leuk. Ik ook. En ik ben toch een beetje in de kerststemming gekomen nu. Ik ook. En we gaan straks lekker eten. Ik heb voor jou een heerlijke quiche gemaakt. Oh. Een quiche. Ja, ik mocht zelf quichen.
Jij wil zelf kiezen. Toen dacht ik, doe dit maar. Ja, lekker. Met spruiten erin. Jawel, mensen. Lekker. En broccoli. En diverse soorten kaas. Ik ben dol op een klein spruitje, hoor. En vegetarische spekjes. Oké, lekker. Maar we kunnen ook gewoon doorgaan, hoor. Dat we tijdens het vreten doorgaan, dat lijkt me niet verstandig. Nee. En met je meisjes zo thuis, dus die gaan we hartelijk ontvangen. Ja. Ik heb een kerststerretje voor haar gekocht. Ja. Ja. Oh ja, die moeten we haar wel even ontvangen. Zo van, ja, natuurlijk. Even net doen alsof we enthousiast zijn. Ja, gaan we doen. Nou, ik vond... Oh, nou, nee, dat was hem alweer. Jezus, nou, dag. Doei.